Heel veel wijzigingen in de opstelling van AZ na de nederlaag tegen Helmond Sport. En dus heeft Martin Haar ingegrepen. Het heeft resultaat. Want het staat na 2 minuten al 1-0. Het doelpunt van Depni Dos Santos. Hij staat onder andere in de basis bij Jong AZ en scoort hier voor het eerst in zijn carrière het doelpunt in de ploeg van de belofte. Goeie start dus voor de formatie van Martin Haar tegen het nog altijd ongeslagen Emmen. Opnieuw Jong AZ. Dit is een behoorlijke afzwaaier van Levi Garcia. De man uit Trinidad en Tobago. Hij verloor dus van Helmond Sport. Won een paar weken geleden van FC Os. Die wedstrijd moet Jong AZ aanstaande maandag overspelen. En dan mogen ze dus alweer aan de bak. En zal Martin Haar ongetwijfeld zijn ploeg weer op flink wat posities gaan wijzigen. De wedstrijd moet overgespeeld worden omdat AZ in die wedstrijd van een paar weken geleden te veel oude spelers heeft opgesteld. Jong AZ dat overigens sterker is, maar dat ziet u in de eerste helft in Weidewormer. Hier komt de volgende mogelijkheid aan voor de ploeg van Haar. 1-0 is nog maar een magere beloning voor Jong AZ na het eerste half uur. Lekker weer is het niet, maar het wordt wel iets beter naarmate de wedstrijd vordert. En dan gaat Emmen ook eens een keer meedoen. Dit is Omran Haidari, wiens contract is opengebroken en verlengd. En een schot van Juri Loen in de handen bij Nick Olij. Emmen ongeslagen, 3 keer gewonnen, 6 keer gelijk gespeeld. En de laatste 2 wedstrijden gewonnen tegen Jong PSV en Cambuur. Veendorp met de voorzet. En de kopbal van Chacon. Gevaar is nog niet helemaal geweken. Loen had daar misschien wel wat meer mee kunnen doen voor de ploeg van Dick Lukien. 1-0 de ruststand dus door het doelpunt van Depni Dos Santos al na 2 minuten. Hier wordt de bal goed verlengd door Ilias Bellassani. Krijgt hij hem terug? Is dit een kans voor Jong AZ? Maar schiet hij de bal uiteindelijk recht op Telgenkamp af. Weer slaat Jong AZ bijna toe. Hier verspeelt Emmen de bal. Knullig uiteindelijk. Veldmatig, geen lekkere bal. En kan Jong AZ profiteren? Dat doet het uiteindelijk niet. Tidjani Reinders laat de kans liggen. Maar dat had eigenlijk de 2-0 moeten zijn. Hier opnieuw Reinders. In combinatie met Garcia. Vrije man is Jacobs. Aardige voorzet. Hier opnieuw Jacobs en dan is het wel 2-0. Bijna een uur gespeeld in Weidewormer. En AZ komt op 2-0. Voorzet van Kramer. En de man uit Purmerend, Jamie Jacobs, maakt zijn tweede doelpunt van het seizoen. Dan moet Emmen wat gaan doen, komt Anko Jansen in de ploeg. Is dit Cas Peters? Goeie tackle trouwens van Vincent Regeling. Aanval loopt door en dan is hier het doelpunt. Maar dat doelpunt wordt terecht afgekeurd van Banning. Want het is buitenspel. Dat heeft de assistent scheidsrechter goed gezien. En dus blijft het 2-0 voor Jong AZ. Maar Emmen dringt wel aan. Volgende knal van Anko Jansen. Die er wel eens fitter uit heeft gezien. Inmiddels in de extra tijd van de wedstrijd. Gaat Emmen wel een doelpunt maken? Via invaller Michiel Hemmen. Zijn eerste doelpunt sinds 19 oktober 2015. En dan is er toch nog iets van spanning. Al heeft Emmen niet heel veel tijd meer voor de eventuele gelijkmaker. Gevaarlijk spel. Zo geeft de scheidsrechter aan. Gevaarlijk spel van doelpunten maken Jacobs. Christian Mulder fluit. En er komt nog een mogelijkheid voor Emmen. Vrije trap veldmaten in de muur. En dan is het afgelopen. Jong AZ verslaat Emmen. En dat betekent voor de ploeg van Dick Lukien de eerste nederlaag van dit seizoen. Kijk, als je in de top van de ranglijst wilt spelen, dan vind ik dat wij in onze stand verplicht zijn om een uitwedstrijd bij Jong AZ te winnen. Dan kun je een keer minder spelen. En dat was ook zo. Maar dan nog moet je wel een resultaat meenemen. En dat hebben we nagelaten.